Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wolkenvelden die over ons land trekken. Maar er zijn ook al wel opklaringen en er komt lokaal nevel of mist voor. Die nevel en mist gaan verdwijnen. Dan hebben we nog steeds wat wolkenvelden. En hier en daar in de ochtend al een enkele opklaring met een klein beetje zonneschijn. Temperaturen zo'n 6 of 7 graden. In de ochtend vanmiddag oplopend naar 8 tot 10 graden. En ook dan zien we van tijd tot tijd de zon. Maar zijn er ook wel wolkenvelden en halen we temperaturen van zo'n 9 tot 10 graden. De temperatuur gaat vanavond snel omlaag. Opklaringen winnen wat terrein. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig kracht 2 tot 4. Dan gaan we naar morgen. Dan hebben we 5 tot 8 graden op de thermometer. Dus misschien 9 hier en daar. Een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en de wind waait nog altijd uit het zuidoosten. Is meest matig van kracht, kracht 3. Zaterdag, zondag en maandag dan. Zaterdag nog wel een dag met wat zonneschijn. Zondag hebben we meer wolken. En er zou sporadisch ook een druppeltje regen of motregen kunnen vallen. Temperatuur in het weekend rond 6 graden, maandag een graad of 5. En dan lijkt het erop dat we weer iets meer zon te zien krijgen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.